Helemaal welkom bij een nieuwe video van mij, Jens van Goetem. Zoals je misschien al in de titel hebt kunnen zien, heb ik voor jullie een Granny video. Granny is een spelletje op de gsm waarin dat je opgesloten zit in een huis met een oma. En je moet van alles doen om proberen te ontsnappen. En zodra dat je ontsnapt bent, heb je het spel gewonnen. Maar als die oma u kan pakken, dan ja, zijn ze verloren en dan moet je weer eenmaal opnieuw beginnen. Dus dat is eigenlijk het spel. En de shout-out van vandaag die gaat naar, ik heb een gsm hier bij mij, Nolan Geroms. Nolan schrijft op mijn laatste foto, nice foto, ik wil wel eens zien als je op een paard zit, want het is een foto met een paard. PS, uw video's zijn echt leuk, blijf doorgaan. Dankjewel Nolan, en wilt jij nu ook in de volgende video een shout-out krijgen? Schrijf dan op een van mijn foto's op Instagram, @JensVanGoetem, een leuke reactie op een van mijn foto's. En op het einde hashtag shoutout. Zo weet ik dat je meedoet om kans te maken op die shoutout. En wie weet zit je dan in de volgende video. En dan zou ik zeggen, laat ons gewoon beginnen. Ik heb het spel hier op mijn gsm. Ik ga het beeld ook, ik ga mezelf kleiner zetten en het spelletje volledig in beeld laten komen, zodat je alles goed kunt volgen. Ik moet wel zeggen, ik kan heel moeilijk tegen mijn verlies. Ik wil altijd winnen. En in dit spel heb je eigenlijk drie levels. Je kunt dan kiezen difficulty. Ah, je hebt meer levels. Je hebt practice, je hebt easy, je hebt normal, je hebt hard en je hebt extreme. Normaal ben ik wel voor de extreme dingen, maar vandaag gaan we gewoon voor, denk ik, normal. Ik denk dat we dat eerst gaan proberen. Ik wil zo niet laagste beginnen, want nee, snap je? I'm not a noob, hè, stumbling. Quality. Best quality, hè, stumbling. Wat is dat? Ah, dat heb ik al gezien in de video's van Jamila. Oké. Wacht, hè. Dus, ik ga denk ik gewoon... Je ziet u niet. Oh, ik heb die tafel omgestomd. Astumbling. Wacht, we moeten hieronder. Oh. Oké, ik zit nu onder de zetel of de bank. Oh my god, zie, die is daar. Astumbling. Ga weg, jong, het kind. Oké, als die weg is, kunnen we er van onder komen. Laat die de deur openstaan? Ja, oké, die laat de deur openstaan, zodat wij... smoothly naar binnen kunnen. Oké, ik ga er van onder. Oh my god. Als al die horen, als je stapt, moet je zo traag stappen. Hoe draai je? Ik doe die deur toe, dat kan dat toch niet meer? Terug onder die bank. Die gaat dat sowieso gehoord hebben, hè? Godverdomme. Kijk, en die gaat weer binnenkomen. Oké, ja, die komt niet. Oh, kom, ze weg. Oh, moet ik die deur weer open doen, hè? Stammeling. Hallo. Wat doe je die deur open? Wat is dat hier voor brol? Wacht. Misschien. Godverdomme! Ik ben fucking dood! Wat zie je dat? Ik het spel echt erover. Wacht weer. Oké, we hebben een nieuwe kans. Fucking moe. Zie. Ik word al zenuwachtig. Hè? Allee, weer op dezelfde plek. Wacht, hè. Ik ga de tafel omstompen. En dan moet ik hier onder die bank. En dan gaat zij komen. En dan gaat ze die deur openlaten. Oh, I'm so slim as the blee. Cesar. Fuck you, klootzak. Oh, sorry. Ja, zie, ik word competitief in van die spelletjes. Die tafel staat terug recht. Wat is dat voor brol? Oké. Nee, ik ga... Ik wou weer op dat handje klikken, maar dan gaat die deur fucking toe. Zal ik naar hier gaan? Oh my god, die staat daar. Stampliweg. Weg eruit. Godverdomme. Godverdomme, fucking klootzak. Dan kan dat toch niet meer. Oké, we gaan door. Fucking ding. Er van onder. Oké, nu rustig naar daar. Godverdomme, die is de fucking klote kind. Staat aan die fucking klote deur. Wow.
Mannekes, dit is echt niet goed voor mij. Mijn leven is echt verkort met fucking 10 jaar, zoiets. Ik meen het. Oké, ik ga er van onder. Oh my god, die loopt onder. Abai. I was almost fucking dead and stumbling. Wat, ben ik dood? Did she kill me? Oh, het is fucking reclame, wat is dat hier? In het midden van zo'n fucking spannend spel reclame. I can't with my life. Die tafel omver. Huh? Oh my god, die kan hier niet onder. Oh, ik zit eronder. Amai, ik dacht of ik eens op die ging. Oh my god, dit is zo spannend. Dat verkort echt mijn leven gewoon. Ja, bijna er van onder. Kom aan jong, ga door. Ja, oké. Okay. Maar die blijft altijd nog even staan, hè. Wacht, kan hij... Ik kan niet wachten, kom. No time to lose, hè, stammeling. Ik durf niet, ik durf niet. Oeh. Oh my god, ik ben uit die kamer. Ik ben uit die... Oh my god, nou waar moet ik? Doe die fucking deur open, Astablie. Godverdomme, die fucking deur wou niet openen en die fucking... Loser van een fucking boss staat daar ineens. Echt, dag 4. Kom Jens, kom aan. Ik kent je man. Oké, okay, tafel omver. Kom aan Jens, kom. Niet treuzelen. Tafel omver, onder die bank. Oh, er hangen al bloedspatten rond mij, stammeling. Oh, kom, waar zit die, die foef? Kind gewoon. Die blijft daar echt staan, hè, want je ziet die fucking knuppel, hè. Ze biedt die knuppel in een fucking reet. Oh, sorry. Neem geen voorbeeld aan mij, mensen. Is die weg? Ik denk dat ze weg is. Oké, okay, zal ik het riskeren? Oh, kom, ik ga het gewoon doen. Die heeft hier iets fucking aan die deur gelegd. Zie je dat? Dat is echt zo'n sletje. Assembly, but I have her deur, hè? Dus dan spel ik gewoon niet deur, hè? Boema. Boema, boema. Oh, maar ik kan niet draaien. Wat is dat hier? Oh, ik kan wel draaien. Assembly. Ziet. Die fucking loser heeft hier fucking iets gelegd. Oh, daar is de deur, hè? Oh, kan niet, hè? Is dat mooi? Draaien. Wat moet echt in die kast zijn? Oké, okay, kom. Oh, ik had het riskeren, mannetjes. Even goed naar onder zien, dat ik... Mannetjes, ik ben van die fucking trappastampli. Nou, waar moet ik? Oh my god, de fucking kelder. I can't. Weet dit kelderke, zoveel. Oh, nou, waar moet ik? Waar de fuck ben ik? Terug naar boven dan, hè. Kom Jens, kom. Godverdomme, die fucking klootzak heeft mij fucking weer gekild. I fucking can't. Dag 5, de laatste dag. Dat moet echt goed gaan.
waren echt al in de kelder, mannetjes. Dat is stabiel. It's like a really big accomplishment, hè? Stabiel. Schrijf maar proficiat in de comments, want deze kan. Allee, I'm just the best, hè? Ooit word ik nog kampioen in het spel. Niet twijfelen. Die fucking kut is daar. Waarschijnlijk heeft hij weer zo'n ding gelegd, hè? Ik ken dat al. Nou, we moeten assemblen. Die heeft niks gelegd. Was dat? Is she sick assemblen? Oh, snel naar beneden. Snel naar beneden. I can't say me to turn my screen on. Oh, not in this fucking zetel, Jens. She is fucking killing me again. I can't, hè. Ik ben dood, mannetjes. Ik ben fucking dood. Wat is dat? Eeuw, dat is fucking creepy. She fucking killed me. With a fucking mess in my throat. Game over, ja, fucking game over voor mij ook. Mannetjes, ik ga ermee stoppen, want ik heb de zenuw gekregen van dat fucking kutspel. Ja, als je deze nog eens wilt zien, laat het mij weten in de comments hieronder. En vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal, want dat is volledig gratis. En deze video te liken, want dat helpt mij ook echt. En dan moet ik eigenlijk gewoon nog zeggen bedankt om te kijken. En hopelijk tot in de volgende video. Tadaa.